Welkom bij Wandel TV. Ik ben Maurits Pietersson en ik doe mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. De eerste zijn dan vertrokken. Het is 4 uur 's nachts. En ik ga me ook in de rij voegen zo. Ik laat nog even zien dat de eerste op pad zijn. Ze nog een beetje te kijken. Juist. Het is de eerste dag. We gaan de Waalbrug over. En ik spreek jullie zo weer. Goedemorgen. 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 Ja, daar gaan we. Hoi. Lopen we over de Via Gladiola, maar om alvast in de stemming te komen, lopen we hier over de Via Begonia. Ook niet heel erg vervelend. Zij worden daarbij ondersteund door tanks van de 4e en 7e Royal Dragoon Guards. For days, fighting has been going on in the What's happening? It's the tank commander. He's taking off his gun. It's the Jerry Sarge. There's a black cross on the side. There's at least 3 of them, maybe more. Let's pull back. Maybe they haven't seen us yet. Oh, God, they have. Stop, stop, sir. There are at least 5 of them. Look, someone's getting out of the turret. Rogers, I can't see a thing. Na het gezellige Wemmel gingen we naar Huissen. Daar ging het dak echt er helemaal vanaf. En nu lopen we Elden binnen. We zitten ongeveer op 27 kilometer. Dus lekker op de helft. En laatste stukjes prachtig over de dijk, door de natuur. Heerlijk genoten. Hallo! Even een shotje. Hey. Nou, het ziet er gezellig uit hier. Mooi weer. Ik heb een korte broek aan. Ingevet, ingesmeerd. Komt helemaal goed. Ja, even Pikachu. Kijk eens dan. Jeetje, je hebt een toppel. Hou vol, hè? Tuurlijk. Step your left, your right, your left. Your left, your right, your back up to step your left, your right, your left. Hey ho, Captain Jack. Hey ho, Captain Jack. Kom opeens een stuk veiliger hier. With a knife.
check dat ik iemand straks nog mis. Zo, we zijn bij Elst. 30 kilometer komt er ook bij. Ze zijn alle afstanden zijn nu weer bij elkaar. 30, 40, 40 militairen, 50 en 55. Dat zorgt natuurlijk weer voor de nodige opstoppingen hier. Even een klein stukje file lopen, dat is niet erg hoor, goed voor de benen. Ja, ja, wie zien wij daar? Vrienden van het eerste uur van Wandel TV. Kijk ze zitten, ja! Hey. Hoe is het? Het is warm. Warm, ja? Kijk, het water bijna op. Ja, je moet wel bijtanken, hè? Rustig aan. Waarom heeft geen bloed meer in zijn voeten? Nee, dat niet meer. Dat is normaal, hoort erbij. Haha, zijn wel goed ingelopen. We lopen nu op de 55 kilometer lus. Eindelijk ruimte. Kijk maar eens achter mij. Plek zat. Het is anders dan even dat file lopen van net. Nou, eenmalig, omdat het de 100ste keer is. De eerste keer de vierdaagse. Piepen ze ook 55 kilometer, de soldaten, met bepakking. Om het moraal hoog te houden. Toen werd er nog gestart in Arnhem. Maar ze werden in Nijmegen heel warm onthaald. En toen besloten ze het jaar erop gewoon lekker in Nijmegen te starten. En dat is altijd zo gebleven. En voor nu, jubileumjaar, doen we de 55 kilometer als extraatje. En ik kan je wel vertellen, er zijn toch aardig wat mensen die hier meelopen. Heel erg leuk. Gezellig. Nou, een beetje in de verte achter me zie ik al Nijmegen. Maar dat is nog wel een kilometertje of 18 verwijderd van ons. Dus ik ga hier even wat snelheid pakken. En dan ontmoeten we elkaar denk ik weer ergens naar Oosthout. Controle. Ja, ook hier opkomen hier. Hallo, wat voor nummer? Nummer 1 voor alstublieft. 1 voor. Dankjewel. Nou, ik zit hartstikke vast hier. Iedereen wil zijn nummertje laten weten. Een gekke huis. Willem niet. Ze moeten wel een bepaald systeem hebben. Ja. Yes. Van nagedacht. Ja, een stukje ervaring hè. Uit de 100 jaar proeven. Ja, ja, we zijn in Oosterhout. Immer gezellig hier. Even kijken of we nog wat fans zien. Hey! Zitten jullie hier te chillen? Jongen, jongen. Hey! Lekker cool hier. Waar is je bal? Hier. Je was toch? De laatste loodjes. Mijn oudste zoon Raoul. Die geeft alles wat hij heeft. Heb ik klaar vandaag. We zijn de Waalbrug al over. Lekker fris windje vanaf de Waal. De laatste metertjes. De laatste loodjes. Gaat het lukken, Raoul? Laatste loodjes zeker. Laatste loodjes zeker. Nou, dit was Wandel TV voor vandaag. 55 kilometer. Is mij uitstekend bevallen. Morgen wordt het nog ietsjes warmer. We zaten vandaag al tegen de 30 graden. Morgen nog iets warmer. Ik ben benieuwd. Ik heb er zin in. Tot morgen.